Deze piano is eigenlijk niet meer dan onderzetter hier in huis. Ja, eigenlijk wel. Hij is voor het laatst bespeeld door Benny Nijman toen hij hier een keer op bezoek was. Wat zien we hier allemaal? Hij moet gereviseerd worden. Dat kost duizenden euro's alleen al, om dat weer helemaal op te knappen. Is het iets voor een veilinghuis, Boekeling? A tout prix. Dat wil zeggen tegen ieder bod. Kunnen ze dan niet beter op internet veilen? Nou, dat zou ik doen, ja.